in de videoclip van 1, 2, 3, 7. Super veel zin in. Eerst ga ik naar de grimeuze. Want ja, ik moet er natuurlijk wel een beetje mooi uitzien straks. Hier nemen we het intro van de clip op. Zit ik met mijn eigen moeder en mijn eigen opa in het huis van iemand anders. Hoi, ik ben Sebastian en ik ben de regisseur. En als regisseur weet ik precies hoe de clip moet worden. En ik zorg er dus voor tijdens de opname dat iedereen weet wat hij moet doen. Ik ben Danila. Ik doe hier de haren en de make-up van alle deelnemers van deze clip. En de styling heb ik gedaan. Na wat geschuif met de meubels kan ook de scène met Raphaël worden opgenomen. Vandaag gaan we de dans opnemen met vette lichteffecten. Ik ben John en wij mogen de verlichting voorzien voor deze opnames. John en Marijn zijn al de hele dag druk om al hun apparatuur klaar te zetten en in te stellen. Raphaël repeteert voor zijn DJ-show en wij oefenen nog even met onze dans. 1, 2, 3, 4 en 5, 6, perfect. Goedemorgen. Op dag 3 pakken we het groter aan. Super vet. We filmen bij de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Cool, hè? Binnen wordt van alles opgehangen en klaargezet. Het licht, de rookmachine, de instrumenten. Hoi, ik ben Kirsten en ik ben productieleider. En vandaag ben ik heel druk bezig met iedereen zijn plek wijzen. Meelopen met Liv, want die begeleid ik de hele dag door. Maar ook bijvoorbeeld zorgen dat er borden en bestek zijn en dat er een schema is voor de hele dag. Hoi, ik ben Thijs. Vandaag ben ik bezig met de deur opendraaien. Ben ik hand- en spandiensten aan het verrichten en ben ik aan het dirigeren. De dirigent zorgt ervoor dat de muzikanten goed samen spelen. Weet je dat de muzikanten die je hier ziet in het echt ook een beetje zijn? Hi, mijn naam is Nicky. Ik ben de cameraman van deze videoclip. En ik zorg ervoor dat de juiste beelden die vooraf in het script verzonnen zijn opgenomen worden. Tussendoor krijgen we steeds iets lekkers te eten en te drinken van Linda. Catering noemen ze dat. Super belangrijk op de set. Hoi, ik ben Max. Ik zorg ervoor dat alle beelden die worden opgenomen, worden gemonteerd tot een vette videoclip. Dat was hem. Of zoals de Bas zegt... It's a wrap!